Yo, dat mensen van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En we gaan een keer, eigenlijk wat ik zeg, en we spelen dit keer weer Mindtopia. Of we spelen dit keer weer League of Legends of wat dan ook. Maar nee, ik speel geen spel. Het is een Q&A via Twitter. Ik had vandaag, op het moment dat ik het upload, dus gewoon op de 27e heb ik een tweet gedaan van: hey jongens, als jij een vraag aan mij wilt stellen voor in de Q&A van vandaag, laat me even weten, stel een vraag. En ik zal je vraag beantwoorden natuurlijk in de Q&A van vandaag. En laten we gewoon gaan beginnen met de allereerste vraag. Let's fucking do this. De eerste vraag is van @JohnnyVmanen. Van: ik weet geen leuke vraag. Wat nu? Dat is de vraag. Nou, ik weet het niet, Johnny. Misschien gewoon nog een vraag stellen. Goed nadenken. Vraag aan je moeder misschien voor een leuke vraag. En dan kan je die vraag aan mij stellen. Hey, vraag je moeder voor een leuke vraag. Ik ga hem stellen. Gaan we het nog een keer proberen voor de volgende keer. Cheyenne Chibelinski vraagt: wat vind je van je kijkers / fans? Nou, ik vind jullie eigenlijk allemaal echt geweldig. Echt awesome. Ik heb een paar rotte appels ertussen zitten. Maar die heeft iedereen. Die komen alleen voor Mindtopia. En de rest wat ik doe vinden ze kut en scheid en bladibladibla. Dus die zijn niet eens voor mij. Hier maar voor mijn, alleen voor mijn Mindtopia, omdat het gewoon een rol is. Dat geeft niet. Ik vind jullie allemaal even awesome, dat zeker weten. Maar ik ben echt heel blij met mijn fans die gewoon super supportive zijn. Gewoon leuke berichten achterlaten. Dat doet me gewoon goed, weet je. Dat mensen het leuk vinden mijn video's te kijken, want daar doe ik het voor. Heb je ook van die mensen die rare vragen? Roland Robbaard, ik ga hem toch even beantwoorden. Wat wil je liever? 1 week lang poep eten of 1 week lang plas drinken? En wat dacht je van allebei gewoon niet? Huh? Oké, okay. Nathalie 22 of Nathalieke / leuke vraag: koffie, thee of iets anders? Nou, ik ben een echte koffiedrinker. Ik heb een eigen beker van Death Note, waar ik heel erg blij mee ben. Ik ben een koffiedrinker. Ik drink elke dag iets te veel koffie. Dus vooral koffie is wel echt mijn godendrankje. Dus leuke vraag, dankjewel Nathalie. Awesome! Daniel Street vraagt mij: wat is je favoriete dranksoort en doe je wel eens aan blowen? Ik denk dat het dranksoort daadwerkelijk alcoholistische drank is. Dan is dat natuurlijk bier. Ik vind bier gewoon lekker om te drinken. Het is natuurlijk niet goed voor je. Ik drink ook niet te veel. Ik drink nooit te veel dat ik echt helemaal oud ga. Je ziet wel eens foto's voorbij komen op Instagram. Volg me trouwens even op Instagram, staat hier. Even checken op Instagram. Dan heb ik wel eens een foto waar ik wel een beetje wat gedronken heb. Maar bier drink ik gewoon omdat ik het lekker vind. En ik drink helemaal geen sterke drank. Ik doe niet aan vodka. Ik doe het gewoon niet aan. Dat is niet mijn ding. En doe je wel eens aan blowen? Ik heb nog nooit een trekje genomen van de sigaret. En ik heb ook nog nooit dus geblowd. Echt nog nooit van mijn leven. Geen trekje. Helemaal niks. En ja, ik ben een Amsterdammer. En ja, mensen denken dat ik dat soort dingen doe. Maar nee, dat doe ik niet. Ik vind het niet nodig. Ik vind het stom als je dat doet. Maar goede vraag, Daniel Street. Ik doe dat dus niet. Zora Swag of Zora Wenting vraagt: Tilla, wanneer ben je jarig? 11 augustus, elk jaar. Dus elk jaar ben ik jarig op 11 augustus. Elise XNLG, dus een Samal fan alweer. Want die anders ook Sublinski. Maar die zegt: vind jij jezelf grappig? Ik vind mezelf geweldig. Geintje, nee, ik vind mezelf wel oké. Okay. Ik bedoel, ik ben niet een saaie dude. Je kan veel over me zeggen, maar of ik saai ben of... Nee, ik ben niet saai. Dat is in ieder geval wat wel duidelijk is, right? Hopelijk dat jullie die mening met mij delen. Awesome, toch? Kiraatje vraagt: wat vind je van altijd compilaties Linktijger, Head Games en Yo speelt spellen? Oftewel, ze noemen zichzelf de Squad. Ik vind het hele aardige gasten. Op zich, ik heb ze vroeger heel veel gesproken. Vooral Linktijger heb ik heel lang gesproken. Die ken ik eigenlijk ondertussen al in 2 of 3 jaar zelfs. Head Games heb ik veel gesproken. Joost heb ik ook wel veel gesproken. Wel iets minder. Maar ja, het waren goede vrienden van me. En ik hou het op waren goede vrienden van me. Omdat ik ze bijna nooit meer spreek. Ik was niet meer van waarde voor ze. Misschien is het niet eens de reden, maar ik spreek ze niet meer. Maar ze zijn hele aardige gasten, dat is zeker waar. Ze zijn hele vriendelijke jongens. Nooit een verdien kunnen krijgen of nooit meer kunnen gamen? Een hele goede vraag van Alt Michelle. Dat is niet echt een vraag, maar het is meer een soort van keuze die je moet stellen. Als ik moet kiezen, is nooit meer een vriendin krijgen of nooit meer kunnen gamen, dan kies ik voor nooit meer gamen. Ik heb nu een vriendin, Laura heet ze. Ik heb wel 5,5 jaar een relatie met Laura. En ik vind haar geweldig en ik hou heel veel van Laura. Helaas dat ze nooit in mijn video's komen en dan moet ik respecteren. En dan moeten jullie ook respecteren. Ook nooit op Instagram. Ze gaat ook niet meer naar de gathering. Dat wil ze allemaal niet. Moeten we allemaal maar even respecteren. Want ja, dat is gewoon iets wat zij niet fijn vindt. Maar ik vind haar belangrijker dan gamen. Anders ga ik wel vloggen of zo op YouTube. Whatever, man. Hoe kom je aan de naam Rotjoch? Hoezo Rotjoch? Hoezo noem ik mezelf zo? Nou goed, die naam was als eerste mij gegeven vroeger. Ik was gewoon vervelend. Ik was gewoon lastig. En ik was dus gewoon een Rotjoch. Zo ben ik gewoon genoemd in mijn buurt door ouderen, zelfs mijn moeder soms. Ik ben gewoon een Rotjoch. En toen heb ik op een gegeven moment de serie op DRD gedaan. En de naam was eigenlijk verzonnen door Don, de game meneer. Van noem het Rotjoch Stories. Het hele idee van Rotjoch Stories doen op mijn kanaal begon ook door Don. Dus
op die manier blijven hangen en mensen die herkennen mij aan Rotjoch. Dus bij deze, daarom Rotjoch. Hidden Mulder, HTM Power, vraagt, ga je nog meer League of Legends uploaden? Ik ben aan het twijfelen, want natuurlijk over 2-3 dagen gaat natuurlijk een nieuwe maand in. En heb beloofd mijn schema weer gaan aanpassen. Dus inderdaad dat ik weer nieuwe series ga doen en andere dagen de andere series gaan doen. Dan gaan we weer dan met z'n allen kijken wat ik ga doen. En ik wil wel vaker League of Legends doen. Ik vond het heel vet te doen, die vorige video die ik nog die ik gedaan had. Alleen, het wordt heel erg weinig bekeken en het is heel veel werk vergeleken met andere video's. Dat houdt in dat, klinkt heel stom te zeggen, maar het niet echt waard is om zoveel tijd te steken in een video die niet bekeken wordt. Want met YouTube-taal, de tijd wordt minder bekeken, dus jouw weergave duur die is heel kort. En dat houdt in dat het slecht is voor je kanaal, dus dat is iets wat heel klote is op het moment. Maar ik wil het wel doen. Knives, Bas is Bas De Hof. Dat is inderdaad iemand van Mindtopia. Is nu de politiechef van Contractia op het moment. Wat is een serie die we in de toekomst kunnen verwachten? Hashtag vraag joh. Een hele goeie van Bas. Bas, een serie die we sowieso in de toekomst kunnen verwachten van mij is meer Call of Duty. Want het is wel vast die ga ik verklappen. Die komt in de volgende update video van mijn nieuwe schema. Ik ga Call of Duty heel veel willen spelen. Ik speel ik op de PlayStation 4. Dat gaat er dus zeker aankomen. In ieder geval 100% dat dat een serie wordt die ik niet dagelijks doe. Maar denk één keer in de 2 dagen wel voor jullie wil gaan uploaden. Dus dat is wat 100% zeker is. En natuurlijk Mindtopia blijft altijd staan. Dus dankjewel, nice. Goeie vraag. Dylan Erwig, of Erwitsch, sorry als ik het verkeerd uitspreek. Die vraagt aan mij, heb je vroeger wel eens een bijbaantje gehad? Yes! Ik heb wel eens een bijbaantje gehad. Ik heb wel eens, ik heb gewerkt bij de Gamma. Ik heb gewerkt bij Albert Heijn. Ik heb gewerkt bij de, hoe heet het ding weer? Actiesport heb ik gewerkt. Ik heb gewerkt bij de gemeente met sport. Ik ben een voetbaltrainer geweest. Ik ben gymleraar geweest. Ik ben sportbegeleider geweest bij de gemeente. Ja, nog een keer gemeente weer. En ik heb gewerkt bij de fietsenmaker. Dus ja, ik heb genoeg bijmaatjes gehad. Dikke BMW jongen, die vraagt aan mij, waar geef je het allermeeste om? Ik denk op het moment toch wel de mensen om me heen. Dat is wat ik er al het meest om geef. Het klinkt eigenlijk heel gay en heel zuur. Gay mag ik zeggen als scheldwoord, maar ik bedoel, het klinkt een beetje heel vrouwelijk dan maar. Om dat te zeggen. Maar het is wel waar ik het meest om geef. Want zij hebben mij geholpen toen ik op het moment dat ik het heel zwaar had. In 2015. Dat hebben jullie gezien misschien in de video van mijn 2015. Waar ik vertelde dat ik het best zwaar had. En zij hebben me heel erg geholpen. De mensen om me heen. Dus ik ben heel blij met de mensen die ik om me heen heb. En die mij vertrouwen in hun dingen. Mickey Games vraagt een hele leuke. Tamika. Die vraagt aan mij. Als je een ander personage in de prison mocht ruilen. Welk personage zou je dan willen zijn? Dus ik mocht ruilen met een ander personage. Ik denk Lars, dan ben ik de hoofdrol. Dan moet ik proberen te ontsnappen en niet Lars. Dat lijkt me wel heel erg gaaf om te proberen. Dus in plaats van dat ik dan degene ben die hem tegen zit, ben ik degene die tegengewerkt wordt. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Moet Lars ruilen. Hele leuke vraag. Vind ik echt een leuke. Dankjewel. En de laatste vraag van vandaag natuurlijk is van Emma van Avermaet. Of Mayet, sorry als ik het fout doe. Avermaet. In ieder geval, het is welke dag zul je nooit vergeten? Hashtag vraag joh. Er zijn heel veel dagen die ik zelf vergeten. Maar wat ik belangrijk vind wat met YouTube te maken heeft zeker, is de Dutch YouTube Gathering van 2015. Want dat was de eerste keer dat ik echt herkend werd op de gathering. En dat ik echt wat groter was als YouTuber. En iedereen zo positief was naar mij. En heel vriendelijk en heel leuk. En dat was gewoon een dag die uiteindelijk mijn YouTube carrière ook heeft omgedraaid. Dat zeg ik ook in mijn 2015 video. Dat op dat moment ik dacht van, hé man, dit is wel echt vet. Ik wil dit wel gaan blijven doen. Want ik kreeg zoveel positieve feedback en zoveel een positieve vibe van iedereen. Als zo'n dag, die blijft je gewoon bijstaan. Dus dat vond ik echt een hele toffe dag natuurlijk. Vond ik echt geweldig om die dag mee te maken met YouTube zijnde. Nou, alright mensen, in ieder geval, dit was dus de Q&A van deze maand of deze week. Misschien wil ik vaak Q&A's doen. Dat kan natuurlijk. Misschien kan ik het elke week doen als jullie het leuk vinden. Dat kan je nu achterlaten in de comments. Want ik ga vandaag, of eigenlijk morgen, ga ik werken aan mijn nieuwe schema van deze maand. Waar ik natuurlijk aan ga proberen te houden. Want de laatste 2 weken van deze maand of week van deze maand heb ik het niet gedaan. Omdat ik problemen had met mijn computer. Er zat 1000 virussen op. Maar dat is opgelost. Dus dat is allemaal picobello. Moet je even zeggen welke series ik moet houden. Laat me even weten in ieder geval beneden in de reacties natuurlijk. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je meer Q&A's wilt, laat het even weten. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat hem alsnog ziens. En natuurlijk, peace.